We are celebrating 20 years of spinning records. And this time, we're going to celebrate with two of the three dudes from Crisscross Amsterdam, Sander and Jordy. We'll talk with them about their music, the start of their career, and their favorite spinning memories. Here we go. Sander en ik zijn Crisscross ooit begonnen en met een feest. We draaiden daarvoor ook wel. En daarna zijn we als DJ act ook doorgegaan vanuit het feest. En hadden we hiernaast gewoon nog onze andere bedrijven en eigenlijk andere focus. En het draaien en het feesten geven was altijd plezier maken en nooit echt puur geld te verdienen. Ja. En later gingen we er toch centjes mee verdienen en het was heel leuk. En op een gegeven moment wilden we ook wel echt een stapje verder maken. En toen wisten we ook van, we hebben nu muziek nodig om nog een stapje hoger te gaan. En toen zijn we vol op het produceren gegaan. En toen, ja, later hebben we echt doelen gesteld van, nou, we willen internationaal. We hebben een label nodig die ons internationaal kan vertegenwoordigen. Ja, onze eerste ontmoeting was toen we een aantal demos hadden gemaakt en toen bij verschillende labels langs gingen. Sony, Universal zijn we geweest, Armada. Ja. En als laatste was Spinning aan de beurt. Ik dacht eerst, we willen eerst bij Universal. Die kennen we natuurlijk echt van de films en groot op het scherm. En later hoorden we steeds een beetje om ons heen Spinning is echt een heel tof label. Nou, en uiteindelijk hebben we toen hier een gesprek gehad en toen zaten we met Roger aan tafel. En Roger zei eigenlijk van, dit en dit is ook niet goed en dit zou misschien zo beter kunnen. En dat ze eigenlijk wat we nodig hadden. En toen waren we eigenlijk wel verkocht van zijn verhaal. Ook waarbij waren toch echt wel DJ's. En Spinning was toch echt wel een soort van DJ-label van erbij. Ja, ja. En wij wilden toch echt wel die stempel van DJ's houden. En toen voelde dat eigenlijk wel heel goed. En het is nu veel meer van nu dat je ook meer pop kan maken. En dat was toen toch wel een andere tijd. Ja. Toen wij begonnen waren we wel echt wel een soort van, ja, toch wel een ander soundje. En Spinning waren we zeker de enige die dat deden. Maar, en nu zie je toch wel een beetje een soort van het evolueren naar meerdere acts die dat doen. Ik denk dat de kracht van Spinning ook is, meegaan met je tijd en niet alleen maar aan één sound vasthouden van dit is wat werkt nu en dan, ja, je muziek verandert. En ik denk dat je als goed label je ook moet veranderen. Zeker. Nou, toen wij de Spinning hadden getekend, toen vertelden wij eigenlijk wat we deden, waar we vandaan kwamen. We kwamen echt wel uit de 90s tijd en oldschool. En je merkte dat zij er ook wel heel erg veel mee hadden. En toen wij net getekend hadden, brachten we ons eerste nummer uit, Until the Morning. Wat echt een trap nummer was. Maar eigenlijk ook wat, niet echt een vertaling van wie wij echt waren. Maar ja, wij een beetje zoekende, welk muziekgenre past nou het beste bij ons. En toen is op een gegeven moment het sampletje binnengekomen vanuit Cheat Codes, seks. En toen denk ik dat zij wel die vertaling maakten van dat zou heel goed bij Crisscross passen. Want die jongens komen uit die 90s tijd. Dat was eigenlijk de kick-off echt van onze carrière en dat komt gewoon door Spinning. Het was ook het eerste, volgens mij, weet ik wel zeker, de eerste 105 BPM release van Spinning ooit. Nou, ik denk dat we in de top 3 staan, de meest gestreamde tracks ooit, seks. Het zijn kinderdromen die dan uitkomen. Spannend. Het zijn hele mooie momenten die we niet hadden willen missen. Voor het eerst mochten we een videoclip schieten in Los Angeles. En dan ga je dus een videoclip maken die volgens mij nu 140 miljoen keer bekeken is. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Een heel low budget in een schoollokaaltje midden in LA. En de tickets waren duurder dan de clip. En je doelen worden steeds groter. In het begin ben je al blij dat je een keer op de radio wordt gedraaid. Zeker. Ik de allereerste keer BBC Radio. Werden wij in één keer hoorden we onze naam voor het eerst genoemd worden in het Engels op de radio. Samen met Choco, Until the Morning. Ja, dat was wel heel bijzonder. Toen hadden we uiteindelijk kwamen met Are You Sure. Dat is de plaats met Conor Maynard en Ty Dolla $ign. Waar we heel trots op zijn. En daarna kwam Whenever met het Shakira-stukje met Conor Maynard weer.
ja, toen waren we echt weer back in the game. Ja, waren we back. Spinning is wel van het harde werken, wij zijn ook van het harde werken. En ja, we hebben heel veel toffe platen op de plank liggen. Er komen heel veel mooie dingen aan. Ik denk dat we met elkaar de wereld kunnen veroveren. En dat is ons doel. Spinning Records, van harte gefeliciteerd met jullie 20 jaar bestaan. Dat we met elkaar nog heel veel mooie jaren mogen doorbrengen.